In het hartje van België vond een heftig incident plaats waar Geert Verhulst het middelpunt van was. Tijdens een energiek optreden waarbij de menigte aan zijn lippen hing, vloog er plotseling een blikje drank door de lucht recht op Geert af. Met de reflexen van een doorgewinterde performer wist Geert in nauwernood een directe inslag te ontwijken door zijn hoofd op het laatste moment weg te draaien. Het had een voltreffer kunnen zijn, maar Geert bleef ongedeerd. De schrik van het moment maakte snel plaats voor woede. In een impulsieve reactie die niemand van de ander zo vriendelijk Geert zou verwachten, stak hij zijn middelvinger op naar de dader van deze onbezonnen daad. Het publiek hield even de adem in of Geert ook nog actie zou ondernemen. Desondanks toonde Geert zich een ware professional. Ondanks de onderbreking en de opgelopen emoties, hervatte hij zijn optreden alsof er niets gebeurd was. De show moest doorgaan en dat deed het ook met Geert, die zichzelf overtrof in zijn vastberadenheid om het publiek een memorabele avond te bezorgen.